Jawel, welkom bij weer een nieuwe Even Gespeeld. Zo heet het dus niet, Blok en Lood. Het heet Even Spelen. Even Spelen, Blok en Lood. Dit is jouw lievelingsgame van het jaar, of niet, Gallus? Jij bent uitgezocht. Zeggen, ik moet zeggen, toen jij zei van het is een kruis tussen Minecraft en Call of Duty, was ik wel getriggerd. Nu ik het zie, is dat wat minder geworden. Want je zit midden in een online potje nu volgens mij, toch? Ja, ik ben nu bezig met iets, maar ik weet niet zo goed wat. Je bent aan het graven eigenlijk, een soort van... Ja, maar ik ben niet op een handige manier aan het graven. Ik ga even proberen om eruit te komen. Maar wat weet je allemaal van deze game? Wat ik van deze game weet is van... Het wordt gemaakt waarschijnlijk door een indie studio. dat zie je gewoon in de graphics. Zo even kijken wie die game gemaakt heeft. Maar serieus, wat ik ervan weet... je moet veel graven, je moet schieten. Ja, want je hebt hier een soort Tommy gun. Die heb ik, ja, klopt. Je moet dingen verzamelen zodat je je basis kan versterken. Ja. En de vijanden hebben we nog niet gezien, maar die heb je ongetwijfeld ook. Ja. Links onderin is iemand al heel blij met mij. Links onderin? Hier. Oh ja, jou doet. We kunnen alleen maar gokken wat er staat, maar het zal vast niks aardigs zijn. Maar ik moet zeggen dat het steltje is wel op een rare manier toch wel een beetje charmant of zo. Ik vind het is minder lelijk dan ik had verwacht. Ja. Maar het is het allereerste potje dat ik speel. Ik heb die tutorial even doorgespeeld en dat snapte ik. Maar ik ben er niet zo goed waarom ik nu niet... Ik wil nu even naar de basis van de tegenstander om dat ding kapot te schieten. Want volgens nog ben ik niet zo heel veel aan bijdragen. Wat vind jij van online shooters, Gallus? Online shooters vind ik wel tof in het algemeen. Vooral Battlefield, lekker tactiek erbij. Dit lijkt wel een beetje Battlefield. Nou, dit lijkt meer op Team Fortress of zo. Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is zeker waar. Maar ik heb het idee dat ze een beetje een stijltje hebben gepakt van alle populaire games. Van Call of Duty, van Team Fortress, van... want die blokjes die komen gewoon één op één uit Minecraft. Ik vraag me af of daar niet een soort van trademark op zit of zo. Nee, ja, dat lijkt me niet. Iedereen kan... En de Portal Cubus zit erin, dat is... Maar ik wil dus hier doorheen, maar dat mag niet. Maar waarom dat niet mag? Is dat een waterval of... Nee, dat is volgens mij gewoon een van de nep force field, maar... Ja, je moet graven, jongen. Want daar zit je in een bodemloze put. Ja, maar ik denk niet dat ik onderdoor kan graven. Ah, misschien je kan nog steeds dieper, ja. Kan zeker dieper. Heb je wel eens Minecraft gespeeld? Ja, zeker. Wat vond je ervan? Ja, vind ik tof. Ik vind het ook best wel leuk. Maar ik vind het een beetje van... ik vind het leuk als je even gaat, echt ervoor gaat zitten, weet je? Van, oké, ik ga nu echt wat cools bouwen of zo. Ja. Maar ja, je moet er wel echt even voor gaan zitten. Het zijn geen games die je even tussen neus en lippen doorspeelt. En dat lijkt dit wel te zijn. Ja, ik hoop dat het me even snel duidelijker wordt. Waarom de fuck zit ik in... waarom al die force fields te zijn en vooral hoe ik er doorheen gekomen. Ja, ik denk een beetje om het level af te bakenen. Ja, maar... Ik denk dat je gewoon anders rechtstreeks naar de vijandelijke baas loopt. Zou je niet zeg maar, omheen kunnen graven? Dat lijkt me vet. Ja, precies. Gewoon een beetje Red Faction-achtig. Dat zou fucking vreed zijn. Als dat dit was... Bas heeft deze game toen gepreviewd en hij was gematigd positief. Ik heb er verder niet heel veel buzz over gehoord. Gematigd positief? Gematigd positief. Oké. En wat vond hij dan tof eraan? Ja, weet ik veel. Dat hij gemaakt positief was. Maar kijk, dit is allemaal één grote force field. Maar dit is weer onze basis, toch? Ik denk dat we naar die oranje kubus moeten. Kunnen we hier doorheen misschien? Ja, nee, niet dus. Kan je niet vragen in de chat van, yo, what's the fucking purpose of the game? How do I play the game? Oké, we hebben het gevraagd. Ja. Deze gast die weet wel van wat. Ja, al die gasten weten echt perfect wat ze aan het doen zijn. Maar oh, wacht, ik weet het al. Check dan boven. Prepare your base. Mensen zijn nu vooraan bereiden. Oh, cool. En nu gaan die force fields open. Kijk. Oké, nice. En je hebt nu een dikke rocket launcher. Dat is echt de langste voorbereiding die ik ooit in een game heb gehad. Maar dat vind ik wel tof, weet je. Een beetje voorbereiden inderdaad. Van afwachten voor de echte aanval. Ik denk dat we nu kunnen knallen. Cool. Yeah. Oh ja, in modder word je trager natuurlijk. Ik heb een rocket launcher, dat staat er ook dat op. Dat is wel grappig. Schiet eens met het ding. Kijk of die blokjes dan kapot gaan doen. Ik zag wel wat gasten. Nee, volgens mij niet. Je bestaat zelf ook uit blokjes, zie ik net. Jawel, toch? Hier, zie je. Ja, die tonnen wel inderdaad. Heb ik oneindig veel kogels? Ik weet het niet. Volgens mij nog maar 3 of zo. Of hij is nu wat leeg trouwens. Ah, dat zou ik niet. Ja, die rode is dan zeker de vijand. Dat denk ik wel, ja. Hey, ik ben helemaal niet leeg. Je wordt aangepakt. Ja, maar niet helemaal. Oh. Plalalala. Maar het een beetje lekker? Nee. Ik vind het vorige vind ik wel op Sunset Overdrive weer lijken. Het is echt een beetje bijeengeraapt. Het is een beetje van alles wat. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de kids het leuk vinden. Ja. Hij heeft wel geweld aan. Tommy gun. Ja, maar geen bloed denk ik. Geen gore. Nee. En
Ik weet niet, man. Het ziet er iets beter uit dan Minecraft qua belichting en dat soort shit. Ja, maar dat is ook niet zo moeilijk. Nee, dat is ook weer waar. Ik snap ook niet dat ze Minecraft niet een keer mooier maken. Zou wat mods voor. Ja, ik denk Minecraft deel 2, dat wordt echt. Dat gaan ze uitpakken hoor, voor de next gen. Ja, dat is Microsoft, hè? Fuck, kom ik hier nou weer uit? Hé, hey, je kan ook omhoog. Kijk, ik ben nu omhoog. Oh, hier komen die guys. Ja. Ik wil dat ze niet komen. Muur, volgens mij. Ja, nee, maar dat is mijn healing muur volgens mij. Dus. Kijk, zie, ik doe wel schade. Je ziet nummertjes. Nee. Nee? Nee. Jij mag volgende rondje. Oké. Nou, ik vind het ook. Ik vind het niet heel lelijk of zo. Nee. Het ziet er best wel charmant uit. Ik kan me voorstellen dat als ik onwijs een Minecraft fan was en onwijs een Call of Duty fan, dat ik heel misschien wel ook een onwijze Block & Load fan zou zijn. Maar ik vind het zelfs voor Minecraft vind ik sowieso charmant, weet je? Ja. Ik denk dat dat ook een beetje de appeal is. Gewoon, maar het zijn toch pixels, daar uit er niet van? Nee, het zijn juist geen pixels. Ik heb mijn eerste kill. Ooit. Nice. Jawel, maar ja, het zijn voxels. Het zijn pixels, 3D pixels. In polygonen. Het zijn 3D-pixels. Ja. Weet je wat ik wel chill vind? Als stel je voor, deze game wordt alleen maar echt door kinderen gespeeld. Die zijn natuurlijk niet zo goed in shooters als ik, dus dat maakt nog wel een beetje kans. Als ik nu Call of Duty ga spelen, dat zijn natuurlijk iets oudere kinderen. Oh, de enemy cube is onder attack, daar hou ik van. Nou, Call of Duty pik je ook snel genoeg op of zo? Nee man, ik kan er helemaal niks van. Nee? Nee, ik ben er echt fucking waardeloos in. Ik ging laatst ook een keertje Battlefield Hardline streamen. Nou, ik word nog steeds om uitgelachen. Oké, je hebt jezelf nu vermoord. Dus nee man, nou, hier, plalalalja weer. Maar ik kan wel hier respawnen. En we waren net. En ik vind het wel een beetje chaotisch, man. Ja, maar het doet een beetje die oude Quake, Unreal Tournament. Maar daar is je net iets niet snel genoeg voor. Ja. En ik wil mijn fucking poppen schieten, waar is die? Zo, we hebben die hele shit dichtgebouwd, fucking spang. Maar dat vind ik echt wel cool, dat je gewoon je baas helemaal moet beschermen en dichtbouwen. Ja, die enemy cubes is onder attack, dus dat is mooi. Ja, dat is een teammate. Maar dit is per se only, denk ik. Dit is zeker per se only. Ik zal zo even kijken wat die kost. Hij was het eerste weekend gratis, maar nu moet je er wel voor lappen. Ik dacht 2 tientjes, maar dat komen we snel genoeg achter. En ja man. Maar wat denk je dat mensen denken als ze naar deze stream aan het kijken zijn? Denk je nou dat ze denken van, nou dit wil ik ook spelen? Ik weet niet man, wat denk jij? Hier weer die... Oh, nee, nou, ik denk als ik het zou zien, dan zou ik het nog niet hebben. Maar dat komt ook omdat we eigenlijk geen idee hebben wat we aan het doen zijn. Ja, we duiken gewoon die game, maar dat is ook een beetje de charme natuurlijk, van even gespeeld. Even spelen. Oké, Jan die komt er gewoon bij staan. Wat vind jij ervan, Jan? Ja, ik heb moet je even hierin praten? Ik had begrepen van Bas dat het Minecraft meets Call of Duty, was. Scherp, scherp. Klopt dat? Goeie analyse. Klopt dat? Dat klopt. Dat is vrij, dat is letterlijk wat hier aan de orde is. Hè. Maar ik zie je niet iets maken met blokjes nog. Nee, fuck maken man. Ik ben andere mensen kapot aan het maken, dat ben ik. Kijk, hier zijn die blokjes. Een tonnetje of een stukje steen. Maar wat, ja, dat je iets kapot kan maken, maar kan je ook blokjes zelf maken? Ja, dat kan niet. Je moet je basis helemaal volbouwen met obstakels. Ik ben een offensieve kant. En die nou zuigt een beetje in schieten. Maar het heeft best wel een kolderiek steltje. Het lijkt een beetje op die Blizzard game, die nieuwe Blizzard game. Nee, Overwatch. Nee, dat kan je echt niet mee vergelijken, man. Starcraft? Starcraft? Wat wil je nou? Ik weet niet hoe die heet. Overwatch. Ja, nee, ook zo'n generieke naam. Dat is behoorlijk generiek, inderdaad. Nou, ik laat jullie lekker... We hebben Jan weg, ja. Block & Load vind ik een minder generieke naam dan Overwatch. Ja, ik ook. Maar heel scherp analyse van Jan, Call of Duty meets Minecraft. Had ik er zelf niet in gezien. Van Bas dus in. Het Call of Duty zie ik er niet echt. Het is gewoon Team Fortress meets. Oh, weet je wat ik ook kan doen natuurlijk? Kan je die lava hakken eigenlijk? Of ben je dan meteen dood? Nee, maar ik kan wel... Oh, dat duurt al langer. Ik kan een brug bouwen. Daarom. Dat is mijn nieuwe tactiek. Ik ga ze verrassen van de zijkant. Oh, ik moet misschien gewoon deze bouwen. Doen we het nu, denk ik. Ja, maar als ze niet opletten. Kan je ook echt helemaal omhoog bouwen? Gewoon, ja, ik denk het wel. Ik zou niet weten waarom niet. Maar dit is best leuk, toch? Hou je een beetje van bouwen, van Lego? Ja, weet je, ik ben niet zoals Wouter dat ik nu nog op deze leeftijd met Lego ga spelen. Maar vroeger vond ik dat heel leuk, ja. Zie je, ze hebben niks door. Oké, en nu ben je hier en nu kan je hier hakken. Ja, kan ik zo. Vraag me af wat die andere kubus is die daarnaast die kan bouwen. Kijk, ik kan natuurlijk ook gewoon respawn points en shit kijk eens bouwen. Naar je bouwwerk nu, hoe het eruit ziet. Ik heb hier nu een respawn point gemaakt. Wacht, die ga ik nu maken. Kijk eens naar je bruggetje. Ja, wacht, een ik moet bruggetje. Ik ben hier een gevaarlijk bruggetje. Ja, hij is redelijk snel kapot, maar ik heb wel een respawn point opgebouwd. Dus, nice. Dan kan je daar beginnen dan. En ik heb een radar. Ah nee, nu heb ik een radar. Maar die radar heeft niet zaak. Ik kan ook bommen bouwen. Spang. Weet je wat ik een beetje heb? Ik weet niet wat jij hebt. Dat zeg maar die Indies van gekken gaat niet meer weten wat ze moeten doen. En dan gaan ze maar bestaande shit nemen en daar gewoon hun eigen twist aan geven. Ik denk dat dit gewoon echt is van, ah ja, Minecraft is populair en Call of Duty ook. Ja. Dus als we die twee bij elkaar doen, dan is het ook populair. Maar dat is, zo werkt het nog nooit. Zo werkt de wereld niet, inderdaad.
Er zijn zoveel van die fucking Minecraft games. Ik ben dus wel een van de meest beter uitgewerkte Minecraft clones die ik de afgelopen tijd voorbij heb zien komen. Het is wel echt, er is hier moeite aan besteed. Ja. Kan je van een hele hoop van die clones kan je dat niet zeggen. Wat ben jij aan het doen, vriend? Ik vind die characters vind ik wel een beetje generiek. Ja, een Rambootje en een mannetje met een diertje. Hè? Ja. Die match, die match gaat niet op tijd, maar gewoon puur op het vernielen van de enemy cube. Dus misschien moeten we dat maar even doen. Hé, hier ben je. Ja. Oh nee, maar die moet ik met mijn schepje moet ik, dat had ik in de tutorial, ik denk, stond ik daar ook in. Je moet zo dit doen, maar... Ja, je bent bijna daar, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja, toch niks gedaan. Je hebt die brug gebouwd. Ja, ik ben zeker aan het bijdragen aan mijn team. En, ja, en ik kan nu, die respawn point heb ik er ook bij. Dus daar kun je nu beginnen. Maar dat is weer een beetje van Battlefield, Gijalt, die radar, dat je kan beginnen daar. Ja, dat schijnen ze niet meer zo te hebben in Hardline. Battlefront. Oh, je krijgt je squad. Ja, je krijgt een squad waar je op ze kan spannen. Dat is ja, nu. Maar volgens mij niet in Battlefront inderdaad. Dat is vandaag bekend geworden. Ja, nee, maar het is vandaag bekend geworden dat je wel op je squadmate kan spannen. Okay. Dus ik vind dat altijd een beetje nep, eerlijk gezegd. Op andere mensen spannen? Ja. Hoezo vind je dat nep? Nee, ik vind dat je gewoon in je baas moet spannen en dan gewoon weer van daaruit moet gaan werken. Ja, maar dat is toch gewoon, dat is gewoon tijdbesparing. Als die maps zo fucking gigantisch zijn als in Battlefield, dan wil je toch gewoon dat je niet 20 keer 20 voertuigen, weet je. Ja. Anders werken die voertuigen ook bijna niet. Ik weet het, ik speel dat nooit. Dus ik moet er eigenlijk helemaal geen mening over hebben. Ik wil Battlefront wel spelen. Maar ik denk dat het kut gaat worden. Ja? Ja man. Hoezo? Want ze zijn nu alleen maar shit aan het aankondigen die niet in die game zit. Heb je dat opgevallen? Je bedoelt, oké, dit zit er niet in. Ja, er zit geen campaign in. Onder zit geen squads in. Er zit geen klassen in. Er zit geen Ironsides in. Het is gewoon een hele enige Ik denk dat ze een beetje de verwachtingen willen managen, weet je? Ja, dat doen ze goed. Maar ik heb wel het idee dat ze Het ziet er fucking gruwelijk uit. Oude trilogie ook, weet je? Ik denk dat ik het echt geweldig ga vinden. Ik ga sowieso spelen. Dat beloof ik. Ik weet niet wat ik nu gebouwd heb. Ik ben ook een beetje bang dat Battlefield met een Star Wars huisje wordt. Hè? Ja, maar dat is prima. Oh shit, dat waren explosieve uit. Of niet, ik word geëxplosief. Oké. Okay. Ik heb best wel veel shit net gedaan, hè? Ja, doe maar, ga maar. Maar we zitten aan elkaar vast, dus dan moeten we even deze zo doen. Het is een vrij debiele opstelling, inderdaad. Even kijken, ik heb nog nooit een shooter gespeeld op PC. Ik meen je je lult, of niet? Nee, ik wil niet. Ik weet niet eens of je wel met de pijltjes kan spelen. Je moet een respawn point kiezen. Hoe duurt het? Ja, gewoon op een dingetje klikken. Ik zou die klikken, dan ben je gelijk bij de basis. Ja, hoppa, die heb ik gemaakt. En dan W, toch? Ja, W en zo, inderdaad, gratis. Het staat ook veel te... Nee, dit is die gevoelig, game. Gevoelig, zeg maar. Nee, het is niet te gevoelig, jij bent gewoon te traag. Heb je nooit een shooter op PC? Ja. Hoe heb je vroeger een Unreal Tournament gespeeld dan? Op de console. Welke console? PlayStation 2 kwam je ook op. Ah, ja, tuurlijk, maar dat is toch geen manier om een Unreal Tournament te spelen? Je moet sprinten ingedrukt houden, shift. Sprinten en al die shit tegelijk. Jezus. Kijk, ik vind het niet te doen, man. Je wordt die reflexen. Ben ik bij onze eigen baas dit? Ah, de enemy cube is gedestroyed, vriend. Heb ik dat gedaan? Nee, dat heeft Baron 84 heeft dat gedaan. Hier, deze shit. Hoe kan je hakken dan erop? Moet je Q drukken en dan krijg je je schepje. Maar deze is ook kapot gek. Nog een keer Q. Nog een keer Q. Q? Huh? E? Ja, hier. En dan linkerwijs. Maar deze is ook kapot gehakt, vriend. Okay. Je bent zelf ook kapot. Linkerwijs komt nog maar spannen. Ik begin rustig. Ik begin gewoon bij onze eigen baas. Jij kan dit. En dan ga ik een beetje blokjes farmen voor het team misschien. Wat voor jeugd heb jij gehad als je nooit een Tournament op de computer hebt gespeeld? Hoe heb je Counter-Strike gespeeld dan? Counter-Strike heb ik nooit gespeeld. Vriend. Nou, ik vond het altijd een beetje... Ik vond het gewoon kut. Ja, maar... Je vond het ook echt kut? Je vond het niet... Het is niet zo, je had ik geen computer? Ik vind het zo kut besturen dit. Echt niet normaal. Hoezo? Dit is gewoon de snelste manier om een shooter te spelen. Ja, maar ik hoef niet zo snel. Weet je hoe lang het heeft geduurd voor het consoles shooter speel? Ik heb gewoon pijn in mijn fucking schouders hiervan, weet je? Dan zit je echt verkeerd, G. Oh, man. Ja, ik zit ook niet echt lekker ervoor, moet ik zeggen. Ik hier, zit vast links onderin, Random News heeft een bericht voor je. Links onderin. You little fuck. Ik zal even mijn telefoon weggaan, voordat hij allemaal interference gaat geven. Maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het ik hou niet zo van die inkoppertjes, weet je wel. Zo'n twee populaire games bij elkaar, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar het lijkt, zeg maar, als je fan bent van die shit, lijkt dit wel een goede uitwerking. Ik heb één potje gespeeld, dus ik kan niet echt wat zeggen. Maar jij bent zo, niet echt een enorme shooter fan, toch? Ik ben niet een online shooter fan, ik hou van een schietertje. Van een lekkere singleplayer campaign? Dat is je Matty. Sorry man. Dan wordt hij weer boos op je, links onderin. Maar singleplayer vind ik prachtig. Maar online, ik weet niet man, ik... Je moet zoveel tijd in zo'n Call of Duty steken om een beetje competitief te zijn. Maar dat heb je in alle... En kijk naar het shirt, dat heb je ook in FIFA of zo. Ja.
Mortal Kombat of zo, toch? Ja. Mortal Kombat gaan ze over potjes spelen, trouwens. Ja, absoluut. Daar zuig ik nog harder in dan dit waarschijnlijk. Nou, dat is mooi. Ja, blokken leuk. Ik wil nog wel even één andere omgeving zien, maar ja. Ik denk dat die potje bijna beslecht is. Ik zal bovenin naar de balkjes kijken. Ik ga die turret ga ik gewoon uitgraven. Dat is cool. Ik vind dit toch wel tof hoor. Dit is toch wel een soort uniek concept of zo. Moet je kijken, ik heb gewoon die turret gekillt. Ja, en jij bent zelf lekker bellen. Wacht, ik ga gewoon even uit dit potje, want ik wil sowieso even... Wacht, ik kan er alleen maar uit als iedereen surrendert. Maar ik vraag me ook altijd af voor wie dit soort games bedoeld zijn, weet je? Kinderen. Ja, kinderen? Ja. Gewoon gratis games? Ja. Nee, hij is niet gratis, hij is... Dus jij schildert bij iedereen die dit zit te kijken en die denkt, nou, toffe game, die schilder je af als kind gewoon. Nee, ja, nee, weet ik veel. Sommige mensen hadden het van kinderachtig. Sommige mensen... Ja, precies. Lego. Nee, ik maak hier geen vrienden meer. Ik wil even naar Block & Load, ik wil die fucking Steam page. Je wil even wat info over dingen? Ik wil even weten hoe duur die is. Ja, we bereiden het ook altijd lekker voor, zoals je ziet. 15 euro. Dat vind ik best duur. Nee, ik vind het fair, man. Voor een bare bones... Ik vind hem fair. Ik vind het Barcelona. Ja, 15 euro inderdaad. Oh, en tag team, dan krijg je hem voor twee spelers. Maar op Steam kosten alle games toch echt 2, 3 euro? Dit is netjes. Voor 20 euro krijg je een kopietje voor een vriend. Dus dat is aardig. Die is duurder? Oh, dat kost 5 euro. Ja. Nog eentje doen. Ik wil zeggen, ik had wat meer modes verwacht. Het is allemaal vrij... Maar komt er op Steam dan veel van dit soort shit uit, weet je? Van indie ontwikkelaars en die hopen dan... de volgende hit te hebben, de volgende Minecraft. Maar dat hoopt toch iedereen altijd? Ja, nee, sure. Maar is het een beetje een riool? Steam is een Steam riool. Nou ja, Steam, niet vanwege dit soort shit is Steam niet een riool, maar Steam is wel gewoon... er komt zoveel troep uit op Steam. Ze hebben de laatste tijd hebben ze een beetje die eisen om op Steam te komen. Dat is een beetje verzacht. Ja, dus je krijgt nu alleen maar fucking... versoepeld, moet ik eigenlijk zeggen. Je krijgt nu alleen maar fucking Android games die al niet leuk waren op de telefoon. En nu nog kutter zijn, want ze gewoon echt niet Android gemaakt. Android is echt het allergrootste riool in de gaming-industrie. Ja, er komt ook wat toffe shit uit. Weet je, Monument Valley, dat soort dingen. En daar zijn wij voor natuurlijk. Wij zoeken die naalden. Ja, maar dit is niet een naald, denk ik. Nou, ik ben nog niet echt geprikt of zo. Nee, het is... je bent niet geprikt door de naald. Een naald tussen. Ja, prachtig. Ah, is dit een andere omgeving, trouwens? Nee, jawel. Jawel. Het lijkt wel hetzelfde. Ja, maar dat moet toch, want ze hebben toch met die standaard blokjes te maken, weet je wel. Ja. De enemy cube is under attack, maar hoe kom je bij... We zitten weer in de opbouwfase nu. Nou man, ik ben midden in een potje gekomen. Maar ik moet hier langs zien te komen zonder in het water te flikkeren. En dat is... Het is geen sinecure. Zo. Ik kan even hier doorheen graven. Ik vind dat wel echt heel tof. Dat zouden meer games moeten doen. Dat je gewoon door shit heen kan. Kijk. Dat verwacht ik ook in Battlefield met die destructies achter. Ja. Dat je gewoon een gat kan maken. Zo weird aan Battlefield. Dat zeg maar oudere delen van Battlefield meer destruction hadden dan nieuwe delen. Ja, je bedoelt vooral Bad Company. Ja, man. Ja, dan kon je gewoon een hele huis. Waarom de fuck is met die neppe Hardline shit gekomen als ze ook gewoon een nieuwe Bad Company kunnen maken? Gaddes. Ja, maar het is niet nep, maar het is ook geen Bad Company, weet je wel? Nee, sure, maar daarom heb ik het ook maar een 8 gegeven. Je had hem 8,4 gegeven, toch? 8,2 dan. Oké. Okay. Maar, nee man, ik wil gewoon fucking nieuwe Bad Company. Ja, maar die komt ook wel. En ze hebben ook, dat is ook weer zo'n ding, in die nieuwe Star Wars, in die Battlefront, hebben ze ook al gezegd van ja, er zit niet zoveel destructie in, want het hoort niet bij het Star Wars universum. Ja, maar daar geef ik ze wel gelijk in. Wat, hoezo? Ja, de Death Star wordt kapot. Als je de Death Star kunnen opblazen, maar dan is het weer geskipt ofzo, weet je, dan... Ja, maar beter dat dan zeggen, je moet niet zeggen dat destructie niet bij het universum hoort als je fucking Death Star hebt. Oké. Ik glimmig helemaal, ik weet dat niet. Ik voel dat niet zo, dat glimmen. Ben ziek? Nee, het is gewoon meer... Het is tyfus warm buiten en het is ook nog lamp op mijn gezicht. Ik word daar een beetje ijdel van. Ja, ik heb het wel weer een beetje gezien eigenlijk. Maar over Battlefront. Ja, ik weet het. Zullen we Battlefront gaan spelen? Ja, ik kan niet. Ik vind eigenlijk geen hol aan. Maar dat komt ook omdat ik gewoon niet goed in die controls ben. Nou ja, ik vind het... Ik snap serieus waar mensen het tof zouden kunnen vinden. Maar het is te chaotisch. Het is inderdaad vrij chaotisch. Ja. En ik denk ook dat het is onafzichtelijk. En het is mijn onprofessionele mening. Het zou me niks verbazen als we binnenkort één zo'n trucje uitvinden die de hele game in balance maakt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het allemaal goed gebalanceerd is. Zo'n game lijkt het echt typisch inderdaad. Maar ik weet niet. Voor 20 euro krijg je dus eentje voor jezelf en eentje voor je vriend. Ik vind het echt aan de prijzige kant. Nee, maar als je dan met een mattie gaat spelen voor 20 euro allebei een tientje. Maar inlegt, is dit dan een affe game? Is dit gewoon? Dit is gewoon uit. Okay. Dit is klaar. Meer af dan dit wordt het niet. Nou, ja, wel natuurlijk heel veel DLC.
Ik denk inderdaad dat ze mee willen met de Minecraft-hype en de Call of Duty-hype. En... Ze hadden mij misschien een beetje kunnen pakken als er iets van een story mode in zit, maar dat is niet echt. En het werkt allemaal, het is niet lelijk, het is functioneel. Dat is denk ik het beste wat ik over die game kan zeggen. Maar het is geen nieuwe Team Fortress. Het is zeker geen nieuwe Team Fortress. Nu heb ik zin om Team Fortress te spelen. Kijk, dit bedoel ik. Ga nou eens helemaal de lucht in. Ik denk dat dat een leuke afsluiter is. Gewoon kijken hoe hoog je kan komen. Ik ben er aan het werk. Was dat hem? Nee. Hoeveel blokjes heb je trouwens? Nah. We zullen het nooit weten, Gilles. Jezus. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze matig enthousiaste even spelen van... Ik vond het leuk, maar eigenlijk best wel kut. Leuk, maar even kut. Kan zo op de box art. Als ik op een box uit te komen. Hartelijk bedankt voor het kijken. Op naar de volgende. Oh, ik heb een nieuwe titel. Woe! En ik... Oh, gameplay. Ah, dat vind ik wel leuk. Als je upgrades kan inlokken. Daar wel. Van een keer. Dag. Later.